Kom, maar eerst gaan we even terug de tijd in. Want je hebt echt een studie gemaakt van de Koran. En wat staat er nou en hoe moet je dat nou lezen? Het aardige is dat je dan in je boek schrijft van in de 8e, 9e, 10e eeuw. Als je dan gaat lezen hoe er over de Koran werd nagedacht. Dan blijkt dat dat op een hele verlichte manier gebeurde. Ja, je mocht je verstand erbij gebruiken. Ja, zeker. En als mensen zeggen, ja, de islam heeft eigenlijk een verlichting nodig. De islam heeft geen verlichting gekend. Het is nu voor... In feite, de islamitische cultuur is begonnen met een verlichting. Ja. Ze zeggen, in de Bagdad van de 8e eeuw, 9e eeuw, was een levendige discussie. En toen was de orthodoxie eigenlijk, de manier waarop je moest denken over de islam en de Koran, is dat je moest je reden gebruiken. Ja. En wat staat geschreven, het boek, dat kwam als tweede. En zelfs de laatste moslimfilosoof, dus later in Andalusië, Averroes Ibn Rosh, had precies dezelfde conclusie bereikt, dat wat staat geschreven, dus het boek, de Koran, dat was eigenlijk een beetje allegorisch. Dat was, in het dagelijks leven moest je altijd je reden gebruiken. Ja. En sterker nog, en dat zouden heel veel moslims niet willen geloven, maar dat is zo, zei hij, dus Averroes, en die was de hoogste moslimautoriteit toen, als je een conflict hebt tussen het woord, het boek en wat je reden zegt, dan moet je reden volgen. Ja, dan moet je dus niet volgen wat er in het boek staat, maar precies je reden volgen. Ja. Nou ja, je zegt moslims moeten dat eens goed gaan bestuderen, maar ik denk ook aan Nederlandse politici als, ik noem ze maar even Marco Pastors en Geert Wilders, die het idee hebben... Dat het een duister geloof is, maar het blijkt dus ook uit jouw boek dat in die tijd, de 10e eeuw, terwijl wij met knuppels achter elkaar aanzaten, was de Arabische wereld verlicht. Dat is de grote tragedie eigenlijk, en die onwetendheid van beide kanten trouwens. Ja. Dat inderdaad, de islam is gewoon een achterlijk geloof. En dat, maar er was een tijd dat het niet zo was. Het was weer verlicht en wetenschap, kunst, poëzie, dat allemaal bloeide. Maar dat was 1000 jaar geleden. En daarna gingen de Arabieren en de moslims eigenlijk 600 jaar lang slapen. En dat is de grote tragedie. Okay.